Ik ben Tjeer Dijkstra, ik kom uit Jesterein, Friesland. Ik heb samen met mijn vrouw een melkveebedrijf met 65 koeien. En we melken met een Lely A4 robot. Wat de Schothorst heeft onderzocht, kan ik me helemaal in vinden. Alle kengetallen die ze onderzocht hebben, komt eigenlijk bij mijn kuil ook voor. Goede verteerbaarheid, melkzuur omhoog en geen broei. We hebben 38 hectare, ik ben veel aan het weiden. De kuilen die wij aanmaken moeten goed zijn voor de wintervoer voor de koeien. Het belangrijkste punt waar ik op ga letten is dat ik een goede afspraak maak met loonwerker. Dat wij loonwerker maait voor mij. We hebben geen eigen mayonnaise. Hij maait voor mij. Hij weet dat hij 's morgens moet maaien en dat hij de volgende dag 's avonds moet gaan inkuilen. En met dat aspect gebruiken wij ook een inkuilmiddel erbij. De koeienkuil moet voor mij smakelijk zijn. Er moet veel melkzuur in zitten en de verteerbaarheid moet goed zijn. De droge stofpercentage moet om en bij 35% zijn. Het is best boeren met Visser Holland.